Om duurzaamheid in de gemeente te promoten wil het college van burgemeester en wethouders een lening voor inwoners en instellingen mogelijk maken. Door daarbij een lage rente te rekenen, hoopt de gemeente een boost te geven aan initiatieven voor duurzaamheid. Er was al een soortgelijke lening mogelijk, maar dat liep niet lekker. Ja, dat klopt. Die werd eigenlijk niet echt heel veel gebruikt door mensen. En we hebben even gekeken, hoe komt het nou dat mensen, we hebben een lening, kunnen mensen gebruiken, waarom gebruiken ze hem niet? En er waren een paar oorzaken daarvoor. Hoe gaat u zo over de streep trekken met uw nieuwe regeling? Nou, we hebben gekeken naar de rente. Die was eigenlijk, zoals je bij een bank ook bijna krijgt, 3%. Dat gaan we veranderen. We geven een 2,5% korting op de rente. Dat betekent dat als je in 10 jaar tijd aflost, dan betaal je nog maar 0,5% rente. Het bedrag wat je kunt lenen, trekken we omhoog. Dat was tot 25.000 euro, wordt 50.000 euro. Het was alleen voor bestaande bouw. En we zeggen ook mensen die met nieuwbouw bezig zijn, mogen ook gebruik maken van deze lening. We hebben hem ook uitgebreid naar maatschappelijke organisaties. Dus niet alleen particulieren, maar ook een sportvereniging, een kerk kan gebruik maken van dit fonds. En die mogen lenen tot 75.000 euro. Dat is het mooie van een fonds in plaats van een subsidie. Hè. Subsidiepotjes raken altijd op. Hier kun je lenen, je betaalt terug en de volgende kan weer lenen. En in het fonds hopen we dat er 2 miljoen in komt te zitten. Dat is een vraag die ik aan de gemeenteraad stel om dat fonds ook te vullen met dat geld. En dat betekent dat mensen kunnen lenen en het weer met hun terugbetaling anderen ook weer kunnen lenen. De lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het isoleren van woningen en gebouwen, de aanschaf van zonnepanelen of de kosten van aansluiting op het groene warmtenet. Voor de mensen die graag ideeën op willen doen op het gebied van duurzaamheid, organiseert de gemeente een speciale dag. 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Dan is hier rond het gemeentehuis en op het raadhuisplein van alles te zien op het gebied van duurzaamheid. Er staan van allerlei stands die informatie kunnen geven over energieverbruik, over welke zaken kun je toepassen in je woning om te besparen op je energieverbruik. Maar er is ook een van de wagen komt van de afvalcombinatie die op groen gas rijdt. Dus er is ook genoeg te zien en genoeg te doen.